Ik heb ontzettend veel leuke reacties gehad op het filmpje van de balayage met de koepselijnmuts. Die muts die was in no time was die uitverkocht. Dus jullie vonden denk ik de techniek allemaal heel erg leuk. Maar ik kreeg ook van sommigen de reactie dat ze het toch nog wel moeilijk vonden met een koepselijnmuts wanneer het haar ook wat langer is. Dus in dit filmpje laat ik jullie een techniek zien met een spatel. Het is ook een ouderwetse techniek, maar nog prima te gebruiken voor je bij in de salon wanneer je denkt, nou, die folies, dat is me allemaal even te veel en die koepselijnmuts vind ik even te moeilijk. Dan is de spatel voor jullie of voor jou is dat nog de oplossing. We hebben er nu ook weer een leuke aanbieding bij bedacht, want nou, ik verwacht dat die spatels ook weer heel snel zullen gaan. Wat zit er in die aanbieding? We hebben de spatel en zoals je kan zien, dit is een hele lange spatel. Ik ben hier erg fan van, omdat je de lengte hebt om lang haar goed te kunnen kleuren. Daarbij zitten 7 zakjes met blondeerpoeder Snow White van 50 gram. Dan zit er een liter fles bij met 9%. Heb ik ook gebruikt op de dolhead en 9% gebruik je toch wel in de meeste gevallen om een highlight te zetten in het haar. Dan zit er ook een doosje bij en kijk aan, ouderwetse puntpapier om te permanenten. Waarom? Daar bescherm ik de highlights mee aan de aanzet en dat zien jullie allemaal in het filmpje. Dan als laatste, om het pakket helemaal compleet te maken, de Noyello shampoo. Die heb ik ook gebruikt om te tonen. Gaat prima na je blondering, na je highlights en dan hou je een mooiere, wat koelere kleur hou je over. Heel dit pakket kost normaal gesproken 50 euro, maar kunnen we nu aan jullie aanbieden voor 35 euro. Plus zitten de verzendkosten zitten erbij in. Nou, zijn jullie dan nieuwsgierig naar mijn filmpje? Kijk dan gauw naar de spateltechniek en voor de rest zou ik zeggen, succes allemaal weer! Hier zien jullie het eindresultaat wat ik gedaan heb met de spateltechniek. Ik heb 8 afdelingen gemaakt en ik vind het altijd belangrijk om systematisch te werk te gaan. Vandaar dat ik mijn vlakken allemaal afdeel. Let op de breedte van je afdeling, dat die even breed is als je spatel en niet breder, want dat werkt niet prettig. Ik wil wat highlights zien in de onderste contourrand, dus de eerste die maas ik ook uit. Ik doe een normale skip weave. Mijn lokjes zijn niet te dik en niet te dun. Het voordeel van mijn spatel is dat er tandjes aan zitten. Die tandjes die zet ik ook in mijn highlights tegen de hoofdhuid aan. Met mijn duim hou ik de druk, de spanning op het haar. Ik kan nu heel makkelijk mijn blondeer, mijn Snow White aanbrengen en door het plankje kan ik hem ook iets dikker of iets steviger in het haar aanbrengen. In de onderzijde heb ik elke keer een centimeter natura ertussen gelaten om wat meer diepte te creëren. Zodra ik op de ronding van het hoofd kom, zoals jullie hier zien, pak ik elke passé en elke passé maas ik dan ook uit, zodat er meer highlights ontstaan aan de bovenkant. Nu zagen jullie mij net al een papiertje gebruiken en dat is een ouderwets puntpapiertje die we gebruiken voor het permanente. Die leg ik op de aanzet van mijn highlights en dat doe ik om geen vlekken te krijgen. Het voordeel is van het puntpapier is dat het niet zwaar is en dan toch bescherming geeft. Sommige kappers die gebruiken ook wel eens lontwatten en dat is natuurlijk prima om dat te doen. Ik persoonlijk vind het alleen vervelend als je de lontwatten weg gaat halen, dan blijft er wel eens wat wat aan de kleur hangen en dat is weer vervelend met het uitspoelen. Dus een puntpapiertje is gewoon net even iets sneller en makkelijker werken. Ik heb ervoor gekozen om te werken vanuit de zijscheiding, maar zou je klant altijd een middenscheiding dragen, kan je hem ook prima vanuit het midden kan je hem plaatsen. Je kan zien wanneer je je plankje telkens weer gebruikt, dat er een beetje blonderen achter de tandjes blijft zitten. Dat is geen probleem. Wanneer ik dan de blondeer weer moet verdelen, dan pak ik een schoon kwastje, althans ik doe geen product aan mijn kwast en dan gebruik ik de blondeer achter de tandjes om dan weer uit te smeren op de rest van het haar. Wanneer ik dan weer verder het haar moet inzetten, dan pak ik natuurlijk weer wel nieuwe blondeer op mijn kwast. Het voordeel ook van de tandjes is dat je het er heel makkelijk doorheen kan trekken en dat je blondering mooi verdeeld is, dat je geen vlekken krijgt. Ik kies ervoor om de highlight aan de voorzijde ook mee te nemen. Hierdoor krijg je meer lichtheid in het gezicht. Maar zou je juist wat meer diepte in het gezicht willen hebben, dan zou je ook de voorste niet kunnen weven en die gewoon natura kunnen laten. Dat is aan jou en dat is de vrijheid met een spatel. Ik heb ervoor gekozen om in de eerste 5 centimeter in de nekpartij geen highlights te zetten, omdat ik dan meer natura overhoud en wat meer diepte creëer.
Nou, vanaf hier, vanaf het achterhoofdbeentje, ga ik het weer uitmazen. Maar mijn volgende passé zal dan ook weer 2 centimeter erboven zijn, zodat ik van wat donkerder werk naar een lichtere bovenkant. Want zodra ik op de ronding van het hoofd ben gekomen, daar pak ik weer elke passé en die maas ik ook allemaal uit, zodat ik aan de bovenzijde de meeste highlights heb. Zoals jullie kunnen zien werk ik op handdoekdroog haar. En dat heeft 2 redenen. Nou, de eerste reden is dat het haar niet knoopt. Ik heb het goed geconditioneerd en daardoor gaat mijn spatel soepel door het haar. En het tweede voordeel is dat de blondering geleidelijk en wat sneller in het haar gaat, waardoor ik een mooiere oplichting krijg. Met het editen van mijn filmpje kwam ik er dus achter dat ik ben vergeten te filmen dat ik mijn Snow White klaarmaakte. Maar wat heb ik gebruikt? Ik heb de kist Snow White gebruikt met 9% en die heb ik 45 minuten laten inwerken. Voordat ik het ga tonen met mijn No Yellow shampoo, zorg ik er wel eerst voor dat alle blondering weg is en was ik hem eerst een keertje na met de Keramax shampoo. Op die manier weet ik gewoon dat alle blondering weg is en dat ik het daarna goed kan tonen. De No Yellow shampoo is een prima toner om te gebruiken na je highlights, dat hij de kleur wat matteert. Zoals je kan zien, niet te zuinig zijn, want ik heb echt wel de pigmentjes nodig uit de tube om het haar te neutraliseren. Let wel op met de No Yellow. Als de punten bijvoorbeeld wit zijn, dan zou de No Yellow shampoo een beetje door kunnen slaan. Wat je dan kan doen, is een beetje conditioner op de lengte punten aanbrengen en daar overheen vervolgens de No Yellow, dan slaat hij niet door. Na 2 minuutjes heb ik hem al uitgespoeld, want ik wilde geen wit eindresultaat. Hierbij het eindresultaat van mijn spateltechniek. En zoals je kan zien aan de onderzijde heb ik wat meer natuurhaar, bovenop wat lichter. Maar hier kan je heel creatief in zijn. Ben je nu geïnteresseerd in de aanbieding? Ga dan naar de website van KIS, www.kis-haircare.nl. Ik zou zeggen, succes allemaal!